voorbereidingen voor de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk zijn in volle gang, maar de plannen kunnen weer de ijskast in. De Raad van State zette er vandaag namelijk een streep door. Volgens het hoogste rechtsorgaan in Nederland moet de provincie veel beter onderbouwen hoe de verwachte uitstoot van stikstof wordt gecompenseerd. Afgezette straten bij Omroep Flevoland gisteravond en de explosieve opruimingsdienst die in actie moest komen. Collega Ide-Klaas Kofferman had namelijk zwaar vuurwerk in zijn auto liggen. Hij had het explosief in afgenomen van jonge kinderen en staat daar, ondanks alle commotie, nog steeds achter. We zouden niet aan willen denken wat er was gebeurd als de jongens het echt mee naar huis hadden genomen en dat zij het zelf hadden geprobeerd af te steken. En de feestmaand december versterkt soms voor ouderen het gevoel van eenzaamheid. Voor senioren in Lelystad werd daarom voor het eerst een kerstmiddag gehouden in het Agora Theater. Het is woensdag 11 december. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een forse tegenvaller voor de provincie en de gemeente Urk. De aanleg van een nieuwe buitendijkse haven bij Urk mag niet doorgaan. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. En die uitspraak heeft alles te maken met stikstof. Een nieuwe haven waar Urker bedrijven gebruik van kunnen maken die nu nog op de haven bij het oude dorp zijn aangewezen. Voor bijvoorbeeld scheepsbouw of scheepsonderhoud. Dat is het idee achter het plan. De voorbereidingen zijn al enige tijd bezig, maar komen nu stil te staan door de gerechtelijke beslissing. Voor dit plan hebben ze een natuuronderzoek gedaan, een soort van ecologische onderbouwing van het plan, waarbij je kijkt wat de gevolgen zijn voor omliggende beschermde natuurgebieden. En dat onderzoek dat voldoet niet aan de eisen die de Raad van State eerder dit jaar in zijn stikstofuitspraak heeft geformuleerd. En dat is de veelbesproken uitspraak uit mei die er ook voor zorgt dat veel andere bouwprojecten in Nederland voorlopig niet doorgaan. Als het gaat om de stikstofuitstoot van de buitendijkse haven is te veel geleund op aannames voor de toekomst. Je mag op zich wel naar de toekomst kijken, maar de provincie heeft een bepaalde ontwikkelingen meegenomen waarvan ze zeggen die gaan een positief effect hebben op die Natura 2000 gebieden. Daar wordt de stikstofuitstoot wordt daar minder. Maar je moet vooraf zeker weten dat dat effect zich daadwerkelijk gaat voordoen en ook hoe groot dat is. En omdat dat niet vaststond, is uiteindelijk het onderzoek op die uitgangspunten niet goed genoeg. De zaak bij de Raad van State is aangespannen door de IJsselmeervereniging. Een club die wil dat het IJsselmeer en de naaste omgeving op een verantwoorde wijze wordt beheerd. Niet alleen vanwege de stikstofuitstoot is bezwaar gemaakt, maar ook omdat de IJsselmeervereniging van mening is dat de haven het historisch aangezicht van Urk aantast. Daarvan zegt de Raad van State, ja, het heeft natuurlijk wel effect. Maar de provincie heeft daar onderzoek naar gedaan en het is ook weer niet zo'n groot effect. En daar staat natuurlijk tegenover dat het belang van het plan ook best heel groot is. En die afweging mocht de provincie ook maken volgens de Raad van State. Het is dus echt de stikstofuitstoot waar het om gaat. En dat zorgt ervoor dat het plan waarschijnlijk niet 1, 2, 3 aan is te passen, zodat het wel aan de criteria voldoet. Nu is de provincie aan zet. De provincie zal nu moeten beslissen of ze alsnog door willen gaan met het plan voor een nieuwe haven. Dan zullen ze een nieuw inpassingsplan moeten maken, maar dan zullen ze ook nieuw natuuronderzoek moeten doen. En afhankelijk van die uitkomsten zullen ze misschien maatregelen moeten nemen om die Natura 2000 gebieden te beschermen. En de provincie is daar duidelijk over. Daar zeggen ze, de haven gaat er zeker weten komen. Het is uitstel, maar geen afstel. Op het provinciehuis werd al rekening gehouden met een tegenvaller. Ja, er zitten elementen in die niet helemaal onlogisch zijn. Dus in die zin zagen we het aankomen. Het is natuurlijk wel teleurstellend, want wij hadden graag snel doorgegaan. Maar ik acht het ook reparabel. Dus wij gaan er echt mee aan de slag. En die haven die gaat er echt wel komen. De plannen zijn 2 jaar geleden ingediend. De Raad van State heeft er 2 jaar over gedaan om daarover na te denken. En komt nu tot een uitspraak waarbij er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden over dat stikstofvraagstuk, die 2 jaar geleden nog niet op die manier bestond. En wij hebben de stukken wel beschreven zoals 2 jaar geleden er omgegaan werd met dit vraagstuk. Dat de Raad van State nu zegt, ja, de wereld is veranderd, dus daar moet u het plan nu echt op aanpassen. Dat snap ik wel. Waar moet ik aan denken qua vertraging? Waar denkt u aan? Maanden of hebben we het over een jaar, jaren? Nou, in mijn beeld zeker niet meer dan een jaar, maar we gaan er alles aan doen om dat korter te krijgen. De explosieve opruimingsdienst heeft gisteravond een stuk illegaal vuurwerk verwijderd dat in een auto van een medewerker van Omroep Flevoland lag. Dat gebeurde hier, bij het omroepgebouw. Het explosief is daarna gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Aan dit avontuur ging een heel verhaal vooraf. Redacteur Ide-Klaas Kofferman kreeg het explosief zaterdagavond in handen nadat er op Urk vuurwerk werd afgestoken.
Op deze plek werd het vuurwerk afgestoken. Ik zag dat het eigenlijk tegen de huizen, tegen de winkels hier, het aanvloog. En ik heb later ook mensen gesproken hier die het gezien hadden. En die zeiden, het was gewoon een gevaarlijke situatie. We stonden te kijken en het vloog alle kanten op. Ieder Klaas parkeert zijn auto en komt dichterbij. Er volgt nog een knal. Even later wordt het rustig, maar dan ziet hij een groepje jonge kinderen van een jaar of 8 die opgelaten rondlopen en iets met zich meedragen. Ik heb gevraagd van, wat hebben jullie, mag ik dat eens zien? En toen zag ik al vrij snel dat dat een groot stuk vuurwerk was, wat mij gevaarlijk leek. En ik heb toen gezegd van, laten we naar het politiebureau gaan om daar het vuurwerk in te leveren, te kijken of we het kunnen afgeven. Hoewel de jongens het vuurwerk eigenlijk wilden meenemen om zelf af te steken met oud en nieuw, gaan ze toch met hem mee. Ja, op het moment dus dat we met de jongens en het stuk vuurwerk hier aankwamen, hebben we geprobeerd aan te bellen. Kijken of de agenten aanwezig waren. Op dat moment was het politiebureau leeg, dus de agenten die dienst hadden, die waren op pad. We hebben vervolgens aangebeld en dan wordt er eigenlijk contact gezocht met de dichtstbijzijnde agent, de dienstdoende agent. Ja, dat contact dat lukte niet, dus na een paar minuten hier te staan wachten, besloten om dan toch maar het stuk vuurwerk zelf mee te gaan nemen. Zodat het ook uit de buurt van die jongens was. Die heb ik naar huis gestuurd en ik heb gezegd, ik neem het zelf mee. En ik ga kijken of we de achtergrond hiervan kunnen achterhalen. De volgende dag vertelt Ieder Klaas het verhaal op de redactie. Ik heb het laten weten op het werk dat ik dat stuk vuurwerk in bezit had. En dat ik dat graag wilde gaan uitzoeken en daar een journalistiek verhaal van maken. Want het lijkt me gewoon belangrijk om te laten zien wat voor soort vuurwerk er dus in omloop is. Maar ook dat kleine kinderen er dus mee rondlopen op het moment dat het niet afgaat. Dat is met de eindredactie en de hoofdredacteur besproken. Op maandag zijn we het gaan uitzoeken. Wat is het nou precies? Waar komt het vandaan? En op dinsdag hebben wij de politie ingeschakeld en hebben gevraagd van, willen jullie meewerken? Maar ook willen wij het stuk vuurwerk natuurlijk zo snel mogelijk uit handen hebben. En je hebt uiteindelijk duidelijkheid gekregen om wat voor vuurwerk het gaat. Wat voor vuurwerk is het eigenlijk? Op het etiket van het vuurwerk is te zien dat het echt om een zwaar professioneel vuurwerk gaat. Dus normaal gesproken wordt dat bij professionele vuurwerkshows afgestoken. Dan wordt het met een speciaal geprepareerde buis, oftewel mortier, wordt dat de lucht ingeschoten. Zo gaat het bij die shows, maar hier werd het dus op de grond afgestoken. Zwaar vuurwerk dus, maar hoe ga je daarmee om als het op straat ligt en nog niet is afgegaan? We vroegen het de politie. Nou, vind je dit soort vuurwerk, dan is het altijd verstandig om de politie te bellen. En dat kan via 0900 8844 of via 112. Wij komen ter plaatse, we bekijken het vuurwerk. We kunnen het zelf niet meenemen, maar dat doet een gespecialiseerd bedrijf. En als het echt heel zwaar vuurwerk is, dan komt zelfs de explosieve opruimingsdienst om het weg te halen. En dat gebeurde ook gistermiddag. Na overleg met de politie kwam uiteindelijk de explosieve opruimingsdienst bij de omroep langs om het op te halen en het gecontroleerd te laten ontploffen. Als ik erop terugkijk, dan heb ik dus 10 keer liever hoe het nu gegaan is. Dus dat ik het zelf nog heb meegenomen en er onderzoek naar heb gedaan. Ik heb het geprobeerd zo veilig mogelijk te bewaren. Ik zou er niet aan willen denken wat er was gebeurd als de jongens het echt mee naar huis hadden genomen en dat zij het zelf hadden geprobeerd af te steken. Kort nieuws dan. Op de Hanselijn tussen Kampen en Dronten reed afgelopen nacht een trein met een automatische piloot. Het ging om een test met een zelfrijdende trein en volgens de NS is die test geslaagd. Tijdens het experiment was er een machinist in de cabine aanwezig om bij te sturen en in te grijpen mocht dat nodig zijn. Dat was niet het geval. De komende tijd volgen meer experimenten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het rij- en remgedrag van de zelfrijdende trein bij gladde sporen. Ik ben hier om de veiligheid te waarborgen op deze trein. Hij mag dan wel automatisch rijden, maar nog niet volledig. Er zijn een aantal punten die ik gewoon nog in de gaten moet houden. We staan aan het begin, het is de eerste test binnen NS. En daar ben ik nog zeker bij nodig. De voetballers van SV Urk zijn gisteravond in de districtsbeker Noord uitgeschakeld door het tweede team van Staphorst. De ploeg van trainer Richard Karrebelt verloor op eigen veld met 0-2. Beide treffers vielen in de tweede helft. Ja, hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Wij weten dat zelf ook niet. Je kan natuurlijk zeggen tegen jezelf, we moeten gewoon de kansen die we krijgen moeten afmaken. En dan kan zo'n team eigenlijk hier op Urk niks beginnen. Maar nu laten we ze in leven.
En zo zie je ook tegen de tweede helftal, als je de kansen zelf niet maakt, dan krijg je ze gewoon tegen. En in hetzelfde toernooi kwam het eerste elftal van Flevo Boys met de schrik vrij tegen Urk 2. De Emmeloorders wonnen op eigen veld na strafschoppen van de Urkers. Ik denk dat onze start bijzonder slecht was. We kwamen volgens mij met 5 minuten al op 1-8. En ja, dan komen we net voor de rust volgens mij, komen we dan op 1-1. Ja, tot eigenlijk de rust zijn we helemaal niet gevaarlijk geweest. En ja, dat is eigenlijk een beetje vooral van de tweede helft ook. En ja, we hebben wel een paar mogelijkheden gehad, maar ik denk dat Urk qua inzet en beleving meer had verdiend. Ja, dit is flink balm. Gezien de wedstrijd, ja, rot resultaat. Wat moet je hierover zeggen? Ja, dat het flink baal is. Ja, eigenlijk misschien wel meer. Eigenlijk kan ik er niks over zeggen. We spelen in de hele wedstrijd verrekte goed. We hebben een young team die gedisciplineerd voetbalt hier vanavond. En nou ja, na zo'n penaltyreeks, dat is altijd een loterij. Dan, ja, dat is kloten. De organisatie van de kerstloop in Dronten wil dit jaar €2500 inzamelen voor het goede doel. De deelnemers aan de hardloopwedstrijd kunnen bij hun inschrijving geld doneren voor de stichting Spieren voor Spieren. Wij houden zelf heel erg van bewegen en van hardlopen. Wij kunnen dat, alle deelnemers. En wij kijken om eigenlijk naar kinderen van wie het niet vanzelfsprekend is om te bewegen en om te sporten. En wij voelen met ons lichaam wel onze spieren na zo'n loop. En dat is voor kinderen altijd zo. Die hebben altijd pijn of die kunnen altijd iets niet. En wij vinden het heel belangrijk en we willen graag een bijdrage aan leveren voor de kinderen van wie dat niet vanzelfsprekend is. De kerstloop wordt komende zondag gehouden. De start van het hardloopevenement is in het centrum van Dronten. De hoofdafstand van de wedstrijd is de halve marathon. Een gezellige drukte gisteren in het Agora Theater in Lelystad. En dat was ook precies de bedoeling van de kerstmiddag die daar werd gehouden. Het doel is namelijk om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Winter in America, it's cold. We hebben dit georganiseerd omdat er veel eenzaamheid is in Lelystad. En we dachten van, kunnen we het bedrijfsleven niet oproepen om iets tegen deze eenzaamheid te doen? En hoe hebben jullie dan deze mensen gevonden? We hebben hier mee samengewerkt met Woonzorg Flevoland. Thuiszorgmedewerkers van Woonzorg Flevoland die dus thuiszorg aan huis geven. Die hebben onder andere gekeken naar welke cliënten van hen behoefte hebben aan een dagje uit. Dus om eerlijk te zeggen, het is gezellig als je voor de eerste keer hier bent. En dan ga je voelen als je elkaar een ruggensteun te geven in het jaar. Want het wordt steeds moeilijker voor elkaar. En als je alleenig bent, dan denk je bij eigen, had ik maar iemand om mee om te gaan. Niet om mee te leven, maar om te gaan. Om elkaar te steunen in de donkere tijd van het jaar. Gaat u elkaar nog vaker zien, denkt u? Dat hoop ik wel, ja. Ja, je kan nooit weten natuurlijk. We gaan niet afspreken met elkaar. Nou, dat laat ik aan meneer over. Heel waardevol en vooral voor oudere mensen en... Ja, niet alleen ouderen, maar ja, dat je met elkaar zo in contact kan komen. Heel positief, contact te maken, anderen leren kennen. Nou, dat is heel waardevol, vooral hier in Lelystad. Werkt zoiets ook echt tegen eenzaamheid? Het verzacht de eenzaamheid en we proberen ook eenzaamheid te voorkomen. We hadden vandaag ook een afsprakenspel geïntroduceerd waarbij we alle ouderen uitdaagden om een afspraakje met elkaar te maken. En volgens mij zijn er heel veel kaartjes uitgedeeld, dus dit krijgt ook sowieso op die manier een vervolg. Dus hoop ik dat het ook de eenzaamheid wat meer verzacht. U heeft al nieuwe mensen leren kennen? Ja, zoals deze mevrouw. Zo dat, die mevrouw ook. Ja. Gaat u dan nog vaker afspreken samen? Nou, misschien, dat weten we niet. Moeten we afwachten. Ja, ik zou het gewoon doen, want je bent nooit te oud voor nieuwe vriendschappen. Was gezellig dus in het Agora Theater. Dit was Flevoland voor vandaag. En straks dan komt Robert de Vries eraan met het weer. Wil je nog even terugkijken hoe het nou precies zit met dat niet doorgaan van de Buitendijkse haven bij Urk? Of een andere video terugkijken? Gebruik dan onze app voor op je smartphone of tablet. Of kijk op omroepflevoland.nl. Dan kan je bovenin het tapje gemist aanklikken. Dan vind je ook alles terug. Morgen, dit is Flevoland met Marco Verhagen. Voor nu, fijne avond. Graag tot later.